Nou, ik was dus samen met Jaap naar die dronken vrouw toe. Ik zei nog van wij zijn van de ambulance, maar dat geloofden ze niet. Geloofden ze niet? Oh, even kijken. Wat hebben we? A1 beknald persoon. Oké. Okay. Nou, eens kijken. Ja. Ja, ben benieuwd. Eerste van vandaag. Zie ik op de route een parkeerplaats of iets? Ja, zou kunnen. Weet niet. Aparte plek. Wat staat erbij? Even kijken. Persoon. Eenzijdig ongeval. Tegen een huisje of iets. Nee. Ergens tegenop geknald. Zou bekneld zitten. Wel aanspreekbaar. Klinkt wat verward. Politie, brandweer rijden mee. Oké. Laten we wat zien. Ook al politie. Oh, kijk, de brandweerstrookel. Is het nog lang? Ah. Oh, dat is een stukje opgeknald. Zo, we zijn. Ga maar alvast, dan pak ik de spullen. Ja, pak maar even de lifepack, de spoedtas. AB-tas kan er ook bij. Wil je even de deur open? Ja. Ik ga eens kijken. Middag. Goeiedag. Hallo. Ja, ik heb wel nekkraag omgedaan. Oké. Okay. Ik heb ook al gevraagd wat er is gebeurd. Hij weet helemaal niets meer. Nou goed, gaan we eens kijken. Ik heb even gewacht tot we ons dingen gaan doen. Ja. Hier is een collega. Ja, dankjewel hoor. Brandweer, goedemiddag. Goedemiddag. Is hij bekneld? Ja. Oké. Okay. Meneer, hallo. Ambulance. Hoi. Wat is er gebeurd? Weet ik niet. Weet u niet? Nee. Oh. Nou goed, we gaan u helpen. Dank je. We gaan eens even kijken wat er allemaal los is. Ik hoor dat het alarm van de auto afgaat. Dus ja, dat gaan we sowieso er even uitknippen. Ja, goed zo. Nou dat meneer. Wat we gaan doen, ik zag al dat hij een nekkraag om had. Heeft hij last van uw nek? Ja. Heeft hij last van? Oké. Okay. Goed. En u weet helemaal niks meer wat er is gebeurd? Nee. Goed, heeft hij een blackout gehad of iets? Weet ik niet. Weet u ook niet meer. Het was opeens, u zat hier. Ja. En waar was u nou onderweg? Nergens naar. Nergens naar. Oké. Okay. Nou goed, we gaan zo meteen even wat controles doen. Ik ga wat aansluiten bij u, of dat gaat mijn collega doen. En dan gaan we even kijken hoe en wat allemaal. Collega, als jij even de lifepack kan aansluiten? Ja. Oké, nekkraag zit om. Meneer, ga ik even deze stickers op je borst plakken? Kunnen koud aanvoelen? Moet dat? Dat moet, ja. Ik zit al zo oncomfortabel. Nou, even doorbuiten, meneer. Ja, die zit erop. Oké, okay, goed. Wil je alvast dat brancard en de wervelplank pak? Ja, wacht maar even, dat kunnen we zo. We staan dichtbij. Okay. Yo, normaal zou die niet moeten gedaan zijn. De alarm zou niet meer moeten afgaan. Yes, dat Yo, klinkt al wat beter. Zo meneer, de alarm staat uit van de auto. Dat is al wat rustiger, hè? Ja. We zijn met veel man hier, maar het is om u te helpen. Dus misschien wat druk allemaal. Maar. Ja? Nou goed. Ik ga eens even kijken hoe het zit. Met alle controles. Nou, we hebben een bloeddruk van 120 over 80. Dat is helemaal goed hoor meneer. Wel een pols van 110. Dan kan ik natuurlijk zijn door de spanning. Ik ben waarschijnlijk wat geschrokken en dat snap ik heel goed. Nou, het zuurstofgehalte is 90%. Dus we gaan even 2 liter zuurstof geven. Ja? Collega, als je dat even wil doen. Een mondkapje. Ja. Meneer, ga ik even dit mondkapje op mijn hoofd doen. Op je mond. Oh. Niet schrikken. Er zal dus wat lucht in je mond komen. Even wat zuurstof. Collega. Draai even dat ding open. Yes. Oké. Okay. Oké, okay, brandweer. Even het volgende. Ik zal even aan de andere kant gaan staan bij meneer. Dan kunnen jullie veilig werken. Meneer heeft wat last van zijn nek. Ik ga zo meteen even vragen of hij pijn in de rug heeft.
En dan zal hij waarschijnlijk uit moeten gaan, want ik zie dat het dashboard flink tegen zijn benen aan zit. Hoe wilt u dat we hem eruit halen? Via boven? Dak open? Ik denk wel via de deur. Ik denk dat meneer geen pijnklachten in de rug heeft, maar dan denk ik dat we het beste gewoon via de deur eruit kunnen halen. Ja, is goed. Want die krijgen we niet open, dus dat gaat... Ja, dan gaan we deze deur eruit halen. Goed zo. Meneer, heeft u ook rugklachten of niet? Beetje. Danny, je mag spreider en schaar pakken. Oké. Ja, goed. Ik ga even aan de andere kant staan, collega. Dan kan de brandweer zijn werk doen. Oké, meneer, ik ben aan deze kant gaan staan. We gaan zo meteen even, de brandweer gaat zijn werk doen. Ze gaan de deur eruit halen, tot u makkelijker uit het voertuig kunt zo meteen. Ja. Ja? Oké, meneer, ben u bekend met suiker toevallig? Ja. Ja, dan ben u bekend. Dan gaan we even een suikertje prikken, want misschien dat u een hypo heeft gehad. Dat het kan zijn dat u daardoor even de controle over het stuur bent verloren. Ja, dus gaan we die even prikken? Nee. Oké. Dan even wachten. Ja. Collega? Ja. Anders doe je eerst even deze deur eruit, zodat u er kan bijzitten en een plastic erover gaan doen. Over hem. Ja. Zodat hij ook veilig zit. Goed, dan ga ik zo meteen naast hem zitten. Ja, dan gaan we eerst even deze deur uithalen. Jongens. Ja. Goed. Wat gaan jullie doen? Ga even aan die kant staan hoor. Wat gaan jullie doen? Blijf maar rustig meneer. Wij halen de deur eruit. Dan kan er iemand daar even bij u komen zitten. Die komt helpen. Als u gewoon recht naar voren blijft kijken, dan is alles goed. Kunt u even afnemen afstand nemen alsjeblieft? Dank u wel. Nou, wat ik zou gaan doen, ik ga even een suikertje prikken en dan, ik denk dat hij in een hypo zit hoor. Dus dan weet je wel meer. En dan gaan we uit het voertuig halen. Gaan even kijken, want dat had wel een kleine hoofdwond. Gaan we die nog even verzorgen, een verbandje erom. Controles waren goed, pols was wat hoger. Saturatie was 90%, maar die gaat stijgen door de zuurstof als het goed is. En zijn bloedstekengehalte? Nou, hebben we niet geprikt. Ik ga dat zo even doen. Okay. Kunnen we eventueel nog wat glucose toedienen. En ja, voor de rest, de A was vrij, de B, ja, die was er 90%, dus dan gaan we 2 liter zuurstof geven. Ja, de C, ik vermoed niet dat hij in een shock of zoiets, hij zat wat tachycardie. Ja. Ja, dan kan jij even een paar doeken pakken voor over die nogmaals, dat kan wat door de spanning ook zijn, hè. Wil je dat ik de glucose klaarmaak? Ja, ik ga zo meteen even een naaldje prikken. Die ga ik in zijn linker of rechterarm, even kijken waar het uitkomt, zetten en dan kunnen we daar wat glucose IV geven. Ja, dat is goed. Brandweer, vertel. Ja, mijn collega gaat eerst even wat doek over de scherpe randjes bij zetten en dan ga ik even een doek gaan halen voor u en dan kunt u erbij gaan zitten. Ja, helemaal goed. Ja, dan ga ik dat eerst doen. Goed. Ik ga zo meteen nog even de fast test doen voor een mogelijk CVA. Of een andere neurologische afwijking, maar dat zal ook wel niet zo zijn. Hij praat gewoon duidelijk. Ja, door een mondkapje kan hij wat minder goed praten. Maar ik denk inderdaad dat een hypo is. Hij is bekend met suiker, weet niet meer wat er is gebeurd. Brandweer. Ja, zo heeft u het doek. Kan hij erbij voorzichtig gaan zitten. Dankjewel. Collega, wil jij anders naast hem gaan zitten? Ja, is goed. Heb je iets van een helm? Pak ik wachten. Ja, is goed. Ja. Dan ga ik aan deze kant. Moet ik deze deur daar even open knippen? Ja, eerst gaat er even een collega van de ambu erbij gaan zitten. Dan dat kunnen we doen. Ik wil eens even snel wat controles bij meneer doen en dan... Collega. Ja. Even dat veiligheidsslotje onder mijn kin even vastmaken. Ik heb die bij. Ja, zeker. Goed zo. Collega van de ambu die erbij gaat zitten. Ja. Ik lief ook te zeggen wat wij gaan doen. Wat zei je? Ik lief ook te zeggen wat wij gaan doen. Ja. Oké. Okay. Kan ik even assistent krijgen van een collega van de politie hier? Oh, motoragent. Ja, andere kant. Oh, goed. Iemand, allemaal. Super joh. Hey, even het volgende meneer. Ik ga u een suikertje prikken. Dat dat is misschien even, ja, dat prikje kent u wel denk ik. Daar ben je mee bekend. Ja. Goed, mag ik even uw linkerhand geven en de vinger? Dat gaat moeilijk. Hou. Heeft u pijn aan de arm? Ja. Goed, dan gaan we vanuit hier doen. Dat moet ook wel lukken.
Collega motoragent, kun jij zo meteen iets voor mij aangeven? Dit apparaatje hier wat daar ligt. Ja. Ja? Oké. Okay. Oké, okay, meneer, ik ga even hier de vinger wat desinfecteren. Zo. En dan zet ik dit dingetje op uw vinger en dan komt er dadelijk een prikje, komt er wat bloed en dat gaan we even meten, ja? Ja. Oké, okay, komt de prik. Yes. Nou, viel mee, hè? Kijk ja. eens, mooi bloed. Mag ik even het apparaatje klikken? Ja. Yes, dank je. Yes, oké. Okay. Dan veeg ik even snel de bloeddruppel weer weg. Dan blijft het bloeden. Zo. En dan is hij aan het meten. Ja. 2.5 en dan een hypo. Goed meneer, is dit een hypo? Dat betekent dat de suiker wat te laag is, 2.5. Ik ga je zo meteen een naaltje geven. En dan gaan we daar wat glucose bij toedienen bij u. Dan zou dit goed eens weer wat moeten stijgen. En dan ga ik ook wat pijnstiller geven, want ik denk dat u toch wel wat pijn heeft, hè? Ja. En waar heeft u precies pijn? In de nek, in de rug, ja, nog ergens? Mijn arm, maar ook. Ik heb hoofdpijn. Hoofdpijn, oké. Okay. Goed. Hey, mag ik even de armen voor mij beide strekken? Gaat dat? Die linker gaat moeilijk. Links gaat moeilijk. Goed, en komt dat omdat het pijn doet of omdat het gewoon niet wilt? Het doet pijn, maar doet pijn. Ik kan ook niet goed bewegen. Oké, okay. Ik ga zo meteen even kijken op breuken. Kun je mij zeggen welke dag het is, hoe laat het ongeveer is? Het is donderdag toch? Ja, en hoe laat? 7 uur. 7 uur. 'S ochtends, 's avonds? 'S avonds. Oké, okay. En het jaartal? 2010. Oké. Okay. Mag ik even voor mij glimlachen? Moet dat? Ja, dat moet. Ik ben zo blij. Nee, dat snap ik, maar mag je het even voor mij doen? Oké. Okay. Oké. Okay. Goed. Collega, ik heb geen vermoeden van een CVA. Dus de armen doet vooral pijn. Maar het is niet uitvalsverschijnsel. De glimlach gaat ook goed, ondanks dat meneer natuurlijk wat sipjes is nu. Ja, voor de rest is wat verwacht. Kan ook door de hypo komen. Misschien ook dat hij toch met zijn hoofd op het stuur is geknald. Tot de verdenking van een hersenschudding is. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, meneer, de suiker is 2.4. Ik ga even een naaltje zetten en dan gaat de brandweer even de deur hier uithalen. Want ik ben ze aan het ophouden. Dus dat kunnen ze zo snel mogelijk uit het voertuig, ja? Dan moet je andere ook nog. Wat bedoelt u? Ja, deze deur moet er ook uit. Ja. De auto. Ja, ik weet het meneer, maar wat is belangrijk? De auto of uzelf? De auto. Ja, oké, okay, goed. Ik ga je een naaldje zetten. Even kijken. Yes, komt te prikken. Oké, okay, nou die zit. Pleisters eroverheen. Toppie. Goed meneer, ik ga je wat medicatie hierin geven. En dan ga ik samen met mijn collega even wat andere medicatie klaarmaken. En ondertussen gaat de brandweer even de deur eruit halen. Goed? Oké. Okay. Toppie. Goed zo heren, jullie mogen. Ja. Oh, oké. Okay. Jongens, hebben jullie de deur vast? Ja, ik heb hem vast. Ja, ik heb ook een deur vast. Ja, op drie gaan we knippen. 1, 2, 3. Harry. Ja, de deur is los. Neem hem maar mee. Ja, zo. Collega, moet ik de spullen pakken of voel je dat ik blijf zitten? Blijf maar even zitten, we gaan zo even kijken. Ik wil even het een en ander met je bespreken. Ik heb even een fast test gedaan, dat is geen verdenking van het CVA wat ik al zei. Ik vermoed geen hersenbloeding of herseninfarct, dat dat de reden is geweest van het ongeval. Ja, wel natuurlijk de hypo 2.5 was het. Daarbij heb ik wat glucose gegeven. En ik ben aan het denken om hem ook wat pijnstiller te geven, omdat hij toch wel last heeft van de arm, die is mogelijk gebroken. Dus ik denk dat we wat fentanyl gaan geven. En dan 0,18 milligram. Dus niet ja. veel, maar ja, goed. Zou ik alvast naar het Erasmus MC bellen? Ja, ik bel wel zo even. Dat is goed. Als jij even die fentanyl wil klaarmaken voor mij. Dus dan mag je even ja. uit het voertuig. Ik denk dat die wel zover als klaar is om eruit te halen zo meteen. Collega van de ambu? Ja. De deur is eruit. Dashboard hebben we ook wat een stukje omhoog gedaan, dus hij kan er perfect uit nu. Goed zo. Oké, okay, dan ga ik even nog met hem praten. En dan ga ik hem uitleggen wat we gaan doen.
Goed meneer, daar ben ik weer. Ja. Collega, had jij al wat infuus klaargemaakt? Ja, die zit. Alles zit. Okay. Ik heb alleen even de fentanyl nodig. Oké meneer, ik ga u wat pijnstillen geven. Dat zou de pijn goed moeten onderdrukken. U wordt er wel wat suf van en wat licht in het hoofd. U zult misschien ook wat dingen gaan denken die er niet zijn. Maar dat is normaal. Oh. Oké. Goed, ik zet nu even de spuit op het naaldje wat u heeft. Dan spuit ik u langzaam in. Geef hem wat koud gevoel in de arm. Dat is ook normaal. En dan zult u al snel resultaat gaan voelen. Want het gaat direct de bloedbaan in. Ja? Komt ie. Oké, dat was hem al. Mag dat kapje al af? Nee, die gaan we even oplaten. Ik zie dat de saturatie wel goed gestegen is, 97%. Dus de zuurstof werkt goed, maar we laten hem even op. Oké? Okay? Goed. Collega? Ja? Hoe is zijn rug? Dan pak ik anders ook even vacuüm matras. Ja, ik kom er niet echt goed wijzen. Ik gaf net een beetje een rare reactie op de vraag of hij pijn in de rug had. Maar hij had wel, toen ik vroeg waar hij helemaal pijn had, was het nek en arm. Dus ik ga daar niet vanuit. Oké, wat wil je dat ik pak? We gaan hem er even zo met z'n allen uithalen en dan leggen we hem op de matras. Nekkraag heeft hij om, arm daar, misschien een vacuüm voor de arm. Ja. Ja? Goed meneer, we gaan hem zo meteen uit het voertuig halen. We gaan iets om de arm doen tot hij een beetje stabiel blijft, tot het niet te veel pijn doet. Want ik heb het vermoeden dat hij gebroken is. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Ja? Ja. Oké, goed. Ik doe even deze matras om de arm. Ik ga even uw pijn moeten doen. Ik moet hem een beetje strekken. Oké, strek hem maar een beetje. Ja, ja, oké. Matras om de arm. Goed zo. Wat die matras gaat doen, die gaat wat oppompen. En dan geeft hij wat stevigheid. Dan kan de arm niet meer bewegen. Wow. Oké. Goed. Voelt u al dat de pijnmedicatie werkt? Ja. En hij heeft nogmaals geen pijn in de rug? Nee. Oké, goed. Dan gaan we u zo meteen eruit tillen met z'n allen. Dat gaan we met deze drie brandweermannen en wij twee doen. En dan gaan we u op de brancard zetten en dan gaan we u neerleggen. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Een goed plan. Als collega Ambu, als jij misschien even de lifepack wilt meehelpen optillen, dan kunnen wij met z'n allen de meneer... Heb je de brancard gepakt? Ja. Oké, goed. Oké, collega's brand, voor iedereen duidelijk, we tillen hem zo meteen eruit, zijwaarts en dan iets omhoog op de brancard en dan gaan we hem rustig laten liggen. Ja. Ja? Oké. Okay. Yes. Op drie. 1, 2, 3. Zo. Uit het voertuig, keurig jongens. Op de brancard. Oké meneer, ik sta achter u. Wat ik ga doen, ik ga u naar achter laten komen en dan gaat hij gewoon liggen op de brancard en dan ligt hij meteen goed. Oké. Okay. Ja? 1, 2 en 3. Goed zo. Gaan we u wat inpakken met wat dekens zodat u niet te koud krijgt. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Ja? Goed zo. Ja. Gaan we achter in de ambulance. Iedereen bedankt jongens. Oké. Danny, kun jij weer... Nou meneer, we gaan even met spoed naar het ziekenhuis. En dan ga ik even... Ik ga ondertussen even bellen. Ja? Oké. Goedemiddag, Rasmus NC, spreek met Vincent. Ja, goedemiddag met de ambulance 127. We komen met spoed met een trauma. Auto-ongeval zat bekneld. Ongeveer 5 minuten. Ik heb hier meneer Jansen, 30 jaar oud. Vermoedelijk een hypo mee doorgemaakt. Heeft glucose van ons gehad. Wij gaan zo meteen komen. En dan horen jullie het nog verder. Ja, ik ga het traumakamertje reserveren. Ik kom zo even naar buiten. Ja, is goed. Bijna te plat. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou meneer, we zijn al bij het ziekenhuis, zie ik. Collega's, wachten u op? Zo. Goed zo. Hoi, hoi. Hallo. Kijk, meneer Jansen, 30 jaar oud, auto-ongeval gehad. Zat bekneld, is eruit gehaald, heeft een hypo gehad, glucose gekregen, ook wat fentanyl 0.18 van mij gekregen. Voelt zich dus wat suf, een beetje, ziet misschien wat dingen die niet zijn.
Voor de rest, de meneer had wat last van de nek. Heeft daarvoor een nekkraag gekregen. Heeft ook om de arm een vacuüm voor mogelijk een gebroken arm. Voor de rest, suiker was 2,5. Ik heb de laatste suiker niet meer geprikt. Saturatie was 90% bij aankomst. Na 2 liter zuurstof was die 97%. Bloeddruk 120-80. Allemaal goed. Meneer maakt het verder wel goed. Was wat bezorgd om zijn auto. Ja, dan moeten we even naar de arm gaan kijken en voor de rest het letsel nog. Ja? Ik heb, heb een bericht gekregen dat de traumakamer geregeld is, dus mag ik dadelijk hier zo even naar binnen. Goed zo. Dan lopen wij met je mee. Ja? Ja, stoppie. Ja, kom maar, meneer. Goed zo, meneer. We gaan naar binnen. Gaan we naar de kamer. En dan geef ik u over aan het ziekenhuis. Hier zo, recht de deur. Oké, toppie.